Als triatleet heb ik al heel wat kilometers op de fiets afgelegd. Het is een heerlijke buitensport, net zoals mountainbiken. Maar waar moet je nou op letten als je een mountainbike of een racefiets koopt? Kijk, hier heb ik een helm, een van die attributen. En wat heb je nog meer nodig? Ik zoek het voor je uit. Boyd, hoi. Hey Sebastian. Ik heb aardig wat fietsen staan. Ik zie allemaal verschillende soorten. Kun je me daar wat meer over vertellen? Ja, natuurlijk. Welke fiets je eigenlijk zoekt, dat is afhankelijk van wat je ermee wil gaan doen. Bijvoorbeeld de racefietsen zijn op te delen in wat verschillende soorten. Dus bijvoorbeeld een aerobike is heel aerodynamisch, is heel licht. Aerobike is er eigenlijk gewoon voor gemaakt om zo hard mogelijk over de weg te fietsen met zo min mogelijk weerstand. Dus de banden die zijn daardoor wat smaller geworden. En het frame is eigenlijk zo plat en zo licht mogelijk, zodat je zo min mogelijk luchtweerstand heeft. Dan zie ik hier een mountainbike staan. Wat zijn daar de specifieke kenmerken van? Nou, mountainbike is dus eigenlijk gemaakt voor in het bos. Omhoog, omlaag, over hobbels heen. Dus je hebt banden met een veel breder en dikker profiel. En er zit volledige vering op zo'n fiets, waardoor je comfortabeler over al die hobbels heen kan. Daarnaast is de zitpositie ook heel anders, want op een mountainbike zit je eigenlijk amper op het zadel. Maar sta je gewoon meer op je pedalen, omdat voor de stukken zowel de snelle klimmetjes als de dalen je fiets veel beter kan besturen als je eigenlijk alleen maar staat en je stuur goed vasthoudt. En dan zie ik hier ook een racefiets staan met dikke banden. Vallen die ook nog onder de racefietsen? Nou, dat is een gravelbike. Dat is eigenlijk een racefiets waar een grotere bandenmaat mogelijk is. Dus dan neigt het een beetje naar een mountainbike. Daarmee kun je dus wel offroad rijden. Nou goed, deze banden met profiel die zijn eigenlijk wel voor het meer onverhard terrein. Dus zand of gravel. Maar er kunnen ook prima gladdere banden op, dus die echt voor het asfalt gemaakt zijn. Dus deze fiets is eigenlijk heel multifunctioneel. Ja, mocht je bijvoorbeeld zeggen van nou, ik wil in de winter wel meer onverhard rijden en in de zomer gewoon op de weg, dan kun je er ook zelfs overwegen om er nog een andere set banden bij te nemen, zodat je makkelijk op de weg kan fietsen. Dus heel multifunctioneel. Ja, je ziet het nog niet eens zo heel veel wat dat betreft. Zie je meer mountainbikes en racefietsen. Toen ik begon met fietsen had je nog van die velgremmen op mijn eerste fiets. Maar tegenwoordig, als ik hier om me heen kijk, zie ik alleen maar schijfremmen. Wat is daar het verschil van? Op het gebied van remmen is er wel veel veranderd. Zowel mountainbikes, racefietsen als gravelbikes hebben eigenlijk al schijfremmen. Schijfremmen zorgen ervoor dat je meer remkracht hebt. Dat je dat beter kan doseren. In tegenstelling tot velgremmen, want dat zag je op veel fietsen vroeger. Heb je vooral ook geen slijtage, viezigheid meer aan je velg. Welke fiets is dan meer geschikt voor een hobbyfietser? Dat ligt er heel erg aan wat je zelf met de fiets wil doen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een mountainbike als je heel erg houdt van snel sturen en heel veel actie. Kijk, wil je voornamelijk gewoon een beetje een soort van marathon lang en rechtdoor, dan is een aerobike het meest geschikt. En als je echt niet kan kiezen of zowel op de weg als onverhard wil, dan kun je het beste kiezen voor een gravelbike. Nou, het belangrijkste onderdeel als je gaat fietsen naast de fiets is natuurlijk de helm. Die helm die zorgt er eigenlijk voor dat als je valt en dat op de weg ga je natuurlijk wel wat harder dan normaal, 25 km per uur. Of in het bos, dat je hoofd goed beschermd is. En mocht je al een keer gevallen zijn met een helm, dus dat je echt op de helm bent gevallen, moet je hem eigenlijk ook vervangen. Want zonder dat je het kan zien, kan een helm wel kapot zijn. Ja, en dan werkt hij niet meer als je hem nodig hebt. Nou, nu zie ik hier ook allemaal schoenen staan met klikpedalen. Is het aan te raden voor een beginnende fietser? Als je al goed kan fietsen, dan zijn klikpedalen zeker een goede optie, omdat je daar wel beter kracht mee kan zetten en dus ook eigenlijk makkelijker wat harder kan fietsen. Mocht je nou helemaal geen ervaring hebben met fietsen, dan zou ik altijd aanraden om eerst met platte pedalen en sportschoenen te beginnen, totdat je een beetje dat gevoel, gevoel hebt gekregen van hoe die fiets reageert en hoe je er op en eraf stapt. Laten we naar buiten gaan, dan kijken we even naar de afstelling. Leuk. Het belangrijkste is dat hij goed op je maat afgesteld staat. Dus het gaat vooral om de hoogte van het zadel, de hoogte van het stuur en de afstand. Als dat niet goed staat, dan kun je hele erge knieblessures krijgen. En het stuur, dat is eigenlijk ook belangrijk. Niet te ver weg, niet te dichtbij, anders krijg je last van je rug en van je nek. Ja, dus altijd goed om de fietser door een expert te laten afstellen. Ja, dat is heel belangrijk. Nou, ik vond het heerlijk rijden. Ontzettend soepel en gemakkelijk. Nu is dit natuurlijk een gravelfiets, dus die kan wat sneller vies worden dan een normale fiets. Waar moet ik op letten bij het onderhoud? Nou, het belangrijkste is om je fiets gewoon goed schoon te houden. Ja, dat kan gewoon met een speciaal reinigingsmiddel en een borstel en een spons. En niet met hoge druk? Hoge druk spuiten is niet ideaal voor je fiets. Ja, dan spuit je eigenlijk overal het vet weg en dan gaat de boel kapot. En naast de schoenen en de helm, wat is nog meer belangrijk om aan te schaffen? Nou, ik zou zeker kijken naar een goede fietsbroek. De fietsbroek die heeft maar een soort van extra padding, een soort van demping tussen je zadel nog. Ja. Zorg er gewoon voor dat je langer kan fietsen, dat je geen pijn krijgt, dat die niet gaat schuren. Nee, iedereen kent het woord zadelpijn. Precies, en dat wil je niet. En het zorgt er gewoon voor dat je fiets ook gewoon leuk blijft vinden. Nog meer belangrijk is denk ik een bril, maar gewoon een goede kunststof sportbril. Die zorgt ervoor dat je geen vliegjes in je ogen krijgt, geen insecten, bijvoorbeeld geen steentjes.
Of als je gaat mountainbiken, want er hangen ook wel takken over het parcours heen, dat je geen tak in je ogen krijgt. Ja, en daarnaast, het is misschien wel het meest discutabele onderwerp op fiets, maar de bel. Want ik denk toch dat de bel heel belangrijk is. Uiteindelijk heb je toch te maken met andere medeverkeersgebruikers. Precies. En vaak verwachten niet alle andere fietsers dat er iemand heel hard aankomt. Bijvoorbeeld een racefiets, als je 35 km per uur rijdt. Ja, mensen verwachten soms niet dat ze met 35 km per uur over het fietspad worden ingehaald. Dus dat is verstandig om van tevoren even te bellen, zodat ze niet plotseling naar links gaan. Ja, ik heb heel veel geleerd over helm, over schoenen, over fietsbielken en alle andere mooie accessoires. Mag ik nog een rondje? Ja, natuurlijk. Goed. Nou, leuk. Dankjewel. Zo, dat fiets is echt fantastisch. Nou, wil je nog meer weten over tweewielers of vierwielers? Laat het me weten en ik zoek het voor je uit.